over de Kamer gesproken, daar ging het vandaag over Europa. Op initiatief van VVD-leider Bolkestein discussieerde de Kamer over het Europees beleid. Actueel door de gekke koeienruzie in Europa en door de Europese top dit weekend in Florence. De Europese eenheid vordert, maar met veel vallen en opstaan. En af en toe bekruipt zelfs Nederland het gevoel of we ons niet te veel aan Brussel en de bureaucraten uitleveren. Ferry Mingelen doet verslag. Ja, dat gevoel of we ons niet te veel aan Brussel uitleveren, dat hebben kennelijk heel wat Nederlanders. Europa is ver weg, het is niet populair. Europa moet, maar met mate. Dat blijkt ook uit een onderzoek door de NRC gisteren. Een ruime meerderheid van de ondervraagden, 72%, is voor lidmaatschap van de Europese Unie. Dat wel, maar voor 76% van de ondervraagden is dat wel een Europa van zelfstandige staten. Geen Europa dus supranationaal. En 65% van de ondervraagden wil behoud van het vetorecht. Het recht dus van Nederland om nee te zeggen tegen Europese besluiten. Zuinig, zuinig, veel reserves, precies zoals de VVD-fractievoorzitter Bolkestein dat altijd zegt. En dat zit zijn collega Wallagen van de PvdA niet lekker. In mijn ogen, en daar zit mijn principiële punt, is als het om Europa gaat het riskant om te surfen op de publieke opinie. En vraagt, nee, misschien mag ik mijn zin even afmaken. En vraagt met name de economische en culturele belangen die op het spel staan een vorm van, mag ik het zeggen, democratisch leiderschap. En daarom vond ik de inbreng van collega Bolkestein, als het om concrete voorstellen gaat, om moties, om een poging om de koers van de regering fysiek en feitelijk te veranderen, vond ik die inbreng teleurstellend in dit debat. Voorzitter, ik probeer door datgene wat ik zeg de koers van de regering te veranderen. Dat is ook de taak die ik in dit huis heb. Maar laat de heer Wallagen nou niet tegen mij zeggen dat ik surf op de openbare mening. Dat doe ik niet. Dat doe ik helemaal niet. Ik ben 5 jaar geleden begonnen, in september 91, om tegen mijn partijraad, de partijraad van mijn partij, te zeggen dat de klassieke politiek die ook tot dien door mijn partij werd gevolgd, dat die gedoemd is te falen. Nou, ik ga dat verder niet herhalen, maar van enige lijn publieke opinie was mij toen niets bekend. Voorzitter, en die enquête van de NRC die dateert van gisteravond, daar heb ik dus weinig mee van doen. Voorzitter, maar laten we dan vaststellen dat het een voor de heer Bolkestein gelukkige coïncidentie is dat wat hij met veel daadkracht en visie inzet qua reaalpolitiek ook ongeveer zo uitkomt. Dank u wel. Minister van Mierlof van Buitenlandse Zaken, een echte Europeaan, die begrijpt wel waar dat gebrek aan Europese liefde in de publieke opinie vandaan komt. Het is waar. Ik bedoel, de vaststelling dat Europa bij de burgers niet leeft, dat is juist. Het roept niet je instincten op. Er zitten geen volksliederen bij waarin het verleden nadreunt. En ook vlaggen. En er is misschien ook te weinig bloed in het verleden gevloeid, om het te cynisch te zeggen, om Europa voor de mensen levend te maken. Dat is allemaal heel erg het geval. Europa blijft een constructie, blijft een abstractie. En we zullen er misschien nog harder aan moeten werken om de publieke opinie te mobiliseren daarvoor. Nou is de centrale vraag, die ik ook in eerste termijn gesteld heb aan de minister natuurlijk, dat is in hoeverre acht u zich democratisch gelegitimeerd, behalve dan dat dit parlement is gekozen, maar wanneer u ziet dat de bevolking zo sceptisch is, hoe ziet u die democratische legitimatie waar het gaat om het verder voortgaan in de richting zoals u hebt omschreven in de 4 IGC-notas? Ja, de legitimatie zit in het feit dat ik weet niet achter elkaar hoeveel regeringen door het kiezersvolk zijn gelegitimeerd om een Europabeleid te voeren dat al sinds de 50e jaren door de Nederlandse regering wordt gevoerd. En mag ik u even waarschuwen voor een... Ik wil niet het me gemakkelijk maken en zeggen zo'n enquête stelt niks voor. Want ik begin met te erkennen dat er flink wat schort. Maar die uitslag, kijk, als er nou de vraag is, moeten we de bevoegdheden uitbreiden ten koste van het nationaal parlement? Nou, dat is wat ze in wetenschappelijke kringen een geladen vraag noemen. Dan zegt iedereen, wat, een nationaal parlement? En dan zegt 41% nee, dat moet eigenlijk in deze vraagstelling, zou dat eigenlijk veel groter moeten zijn, hè? Maar dat is ook een beetje onzin, want je kunt de vraag ook stellen,
Vindt u dat de bevoegdheden van het Europese parlement moeten worden uitgebreid om de macht in Brussel wat te controleren? Denkt u dat dan hetzelfde eruit komt? Laten we eerlijk zijn. Op deze manier kun je een enquête... daar komt een resultaat uit wat ik bij deze vraagstelling niet raar vind. Dat wil niet zeggen dat ik de uiteindelijke conclusie van de enquête, dat er flink wat mis is met de gemotiveerdheid van de Nederlanders voor Europa, dat ik die zou willen bestrijden. Ja, voorzitter, de minister zegt dat hij de enquête niet onderuit wil halen. Vervolgens gaat hij dat toch proberen. Dat mag je van mij. Maar we komen er op deze manier niet uit. Ik stel vast dat de democratische legitimatie minimaal is. U zegt dan, er zijn verkiezingen geweest. Wat denkt u van een referendum? Nou, ik denk dat als we het referendum ingevoerd krijgen zoals we dat voorgesteld hebben, dan zal het afhangen van het aantal kiezers dat zich gemotiveerd voelt om te proberen het wetsontwerp dat de Kamer dan heeft aangenomen te torpederen. Zo ligt het. En dat zal even op zich laten wachten, want je hebt daar eerst grondwetswijziging voor nodig. Je kan ook zeggen, in deze zaak, waar het om echt essentiële zaken gaat, over de soevereiniteit van Nederland, over to be or not to be, dat je zegt, wij vinden dat we op dit punt expliciet een uitspraak van de bevolking moeten hebben. En ik had zeker uit uw mond, als deze 60 voorman een pleidooi verwacht om juist in dit soort belangrijke discussies het referendum de plaats te geven die het verdient. Dat is alleen maar omdat we elkaar nog maar zo weinig over dit soort punten gesproken hebben, want ik heb heel mijn leven dit gezegd. Heel mijn leven. Je moet referenda, daar moet je niet mee knoeien. Als je dat recht aan de kiezers geeft, dan is het gebonden aan regels. Heer Bolkestein. Voorzitter, ik heb de minister van Buitenlandse Zaken net horen zeggen, naar aanleiding van die enquête, dat er iets mis is met de gemotiveerdheid van de bevolking voor Europa. Is dat niet een merkwaardige uitspraak voor de leider van een partij die het woord democraten in zijn naam draagt? Nee, u beschouw uw vraag bijna als retorisch, want als ik dat raar zou vinden, zou ik dat niet zeggen. Ja. Nou, ik zie dat absoluut anders. Ik zou nooit tot een dergelijke uitspraak kunnen komen. Als er een peiling is over een mening, dan neem ik die peiling aan voor wat die zegt, voor wat die is. Maar het zou nooit bij me opkomen om te zeggen, er is iets mis met die mening. Nou, ik bedoel, kijk, de vraagstellingen die hierin zitten, dat zijn geen vraagstellingen die voor mij het beeld opleveren, de Nederlandse burgers heeft lak aan Europa. Dat is het niet. Het staat verder van het bed dan wat dan ook. Maar ik denk dat er een heleboel dingen zijn in de politiek waarvan je dat ook kunt zeggen. Marijn zei dus waarom dan geen referendum over Europa houden. En zeker als het verdrag wordt gewijzigd in 1998. Van Milo is daar wel voor. Maar hij zei dat moet dan wel eerst geregeld worden. Referendum moet via grondwetswijziging in twee rondes. Eén voor, één na de verkiezingen. Volgende verkiezingen zijn pas in 1998. En dan is het wettelijk geregelde referendum te laat om die Europese besluitvorming nog te beïnvloeden. In het debat benadrukte Bolkestein van de VVD dat de skepsis tegen Europa extra gevoed kan worden, extra gevoed wordt, door wat hij noemt loze Europese projecten, zoals bijvoorbeeld een Europees werkgelegenheidsplan. Omdat zo'n plan, volgens Bolkestein, het alleen maar zal leiden tot het heen en weer schuiven van papier. We zijn tegen de bureaucratisering van Europa, ook van Nederland, zoals u misschien weet. En we vinden dus dat dit een verkeerde start is. Er is daarnet gesproken, en zeer terecht, door de heer Wolfensperger over het draagvlak in de samenleving. Als men het draagvlak wil ondermijnen, dan moet men zich te buiten gaan aan teksten die geen werkelijkheid achter zich hebben of die niet steunen op een werkelijkheid. Want dan zal de bevolking duidelijk worden dat men praat zonder dat dat gevolgen heeft. Maar voorzitter, wilt u dan met zoveel woorden zeggen dat het standpunt van de regering om met betrekking tot die werkgelegenheidsparagraaf een aantal wijzigingen aan te brengen, ingegeven vanuit de grote zorg die er is in Nederland en in de andere lidstaten met betrekking tot het niveau van de werkloosheid, dat het vraagt om een andere, een hogere ambitie. Dat het dus eigenlijk allemaal maar het verschuiven van papier is, dat het introduceren van nieuwe bureaucratie is. Is dat de kritiek van u op de regering? Op dit punt wel.
De werkloosheid kan alleen worden aangepakt op het niveau van de individuele staten. Het is in Nederland, zoals u weet, een van de hoogste, zo niet de hoogste prioriteit. Het kabinet werkt daaraan met man en macht. Wij steunen dat. Ik zie niet in wat de Europese Commissie kan toevoegen aan datgene wat deze regering reeds doet. Miskent collega Bolkestein hier niet het belangrijke, hoogoplopende niveau van de werkloosheid in Europa? Natuurlijk misken ik niet het grote belang van de werkgelegenheid. Ik bedoel, waar zijn we nou de afgelopen 2 jaar mee bezig geweest? Dit kabinet gesteund door mijn fractie. Het punt is dat men een illusie schept als men denkt dat die mensen in Brussel met alle beste bedoelingen van dien daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is niet zo. En de politici in het algemeen, en zeker die mensen in Brussel, waarover het scepticisme toch al zo aan het groeien is, de heer Marijnis heeft erover gesproken, die kunnen dat niet waarmaken. En daarmee leggen wij dus, zaaien wij twijfel aan wat Europa kan en wat het betekent en wat het voorstaat. Dit is gewoon niet verstandig. Voorzitter, ik constateer een markant meningsverschil tussen de VVD-fractie en de regering. Ja, nog groter dan het meningsverschil tussen de CDA-fractie en de regering. En ik hoop eerlijk gezegd dat u in deze Kamer in een redelijk geïsoleerde positie bent. Voorzitter, de heer Bolkestein hanteert het woord werkgelegenheid betrekkelijk geïsoleerd. Bij werkgelegenheid hoort economische groei. Ja. Bij economische groei in Europa hoort op zijn minst dat we de verbindingen, de spoorwegen, het alternatief voor het vliegen, dat we kortom de ruimte die er voor het bedrijfsleven moet zijn in Europa, dat we de randvoorwaarden daarvoor met elkaar scheppen. Ik zei met elkaar. En dat betekent dus dat alleen al op het terrein van de infrastructuur er een buitengewoon belangrijke taak voor Europa ligt die directe werkgelegenheidsconsequenties heeft. Je kunt dus met andere woorden je werkgelegenheidsdoelstelling centraler stellen in je Europese beleid of minder centraal. Ja. En mijn opmerking is dus, en mijn vraag is dus, geeft u niet een beetje eenzijdige voorstelling van zaken alsof u doet dat de bijdrage van Europa uitsluitend zou bestaan uit een ambtelijke bijdrage. Over die ambtelijke bijdrage rijdt binnenkort geen TGV. Nee, die grote infrastructurele werken waar op zichzelf best wat voor te zeggen valt. Daar komt geen extra geld voor. Die worden dus ook niet versneld. Ja, dan komt het neer. Dan komt het neer op coördineren van wat? Coördineren van wat de lidstaten op dit ogenblik al doen. Het kabinet doet al wat het kan. Wat heeft dit kabinet nou te leren van Brussel ter gelegenheid van het bestrijden van de werkloosheid? Het spijt me wel, ik zie het niet. Als u zegt, er gebeurt niks, dan ben ik geneigd om dat van harte met u eens te zijn. De vraag is of er niet op het punt van met name coördinatie meer zou moeten gebeuren. En of daar niet een extra stimulans voor nodig is. Ach, al dat gecoördineer. Nou, daar heeft Bolkestein duidelijk weinig vertrouwen in. Misschien nog wel minder vertrouwen had Bolkestein in het streven naar een gemeenschappelijk Europees beleid. Tot nu toe geldt ten aanzien van dat buitenlands beleid een vetorecht. Alleen als er consensus is, als alle landen het eens zijn, dan gebeurt er iets, anders niet. En dat schiet natuurlijk niet op. Om nou die Europese buitenlandse politiek wat meer actief te maken, willen de meeste landen het vetorecht schrappen en besluiten bij meerderheid kunnen nemen. Bolkestein is tegen, hij gelooft niet in dat ene Europese buitenlandse beleid. Zeker niet na de komende uitbreiding van Europa. Mijn eerste opmerking is, voorzitter, dat de huidige 15 het al niet met elkaar eens zijn. Laat staan dat die 28 lidstaten van de toekomst dat zullen zijn. Ik ben zeer sceptisch over de mogelijkheid van één Europese buitenlandse politiek in die continentale unie van 28 lidstaten. En mag ik nog eens een keer benadrukken dat mijn gehele gedachtegang wordt beïnvloed door die uitbreiding naar 28 lidstaten. Van Mierlo was het daar niet mee eens. Hij benadrukte nou juist hoe gevaarlijk het behoud van het vetorecht is. Bijvoorbeeld, zoals Engeland nu doet, dat alle Europese besluiten blokkeert in verband met de BSE, de gekke koeienziekte. De BSE laat op pijnlijke wijze zien, nu op dit moment, waartoe het vetorecht kan leiden. En we hebben de afgelopen jaren talloze malen gezien hoe de besluitvorming misbruikt werd. Het vetorecht misbruikt werd om een doel wat heel ergens anders lag en wat niets te maken had met de onderhavige zaak te bereiken. En laat ik er vooral geen twijfel over laten bestaan dat ik de
problemen heel goed zie die door verschillende, maar in de eerste plaats door de geachte afgevaardigde Bolkestein naar voren zijn gebracht met besluitvorming in de tweede pijler. En wat voor risico's en vervelende kanten eraan zitten als je van de consensus afgaat. Maar het is vaak in de politiek zo dat het van twee kwaden tussen twee kwaden kiezen is. En in ieder geval maken we deze dagen een voorbeeldje mee van het opperste kwaad. Namelijk dat de hele besluitvorming lamgelegd wordt omdat een bepaald land niet op zijn wenk bediend wordt. En ik denk dat dat een belangrijke reden is om met alle kracht te zoeken in ieder geval naar een bevrijding van de dictatuur van het veto. En ik heb ook geconstateerd dat ook de heer Bolkestein dat zelf eigenlijk ook vindt en dat hij daarop een bepaalde stappen voor hem denkbaar zijn. Daar ben ik blij mee, want dat is het allerbelangrijkste. Ja, daar refereerde Van Mierlo aan een zekere nuancering in het standpunt van Bolkestein. Bolkestein vindt het vetorecht moet gehandhaafd blijven. Maar als één land, denk aan Engeland, nou echt volstrekt onredelijk alles blijft blokkeren, dan zou de meerderheid minus één toch nog mogelijk kunnen zijn. Maar goed, er blijft verschil tussen Bolkestein en de Kamermeerderheid en het kabinet over dat vetorecht, over het werkgelegenheidsbeleid, een aantal andere punten. Hoe dat precies uitvalt, dat wilde hij nu nog niet zeggen. Het zal ervan afhangen hoe in 1998 pas het Europese verdrag veranderd wordt. Dan pas bepaalt hij zijn mening. En daarbij houdt hij ook rekening met het feit dat zijn eigen partij langzamerhand toch ook wel veel moeite krijgt met zijn reserves rond Europa. Nou, dat merken we dan over 2 jaar. Dit was Den Haag Vandaag.